Nou, even een korte en een snelle Jelle. Er is een testament waar mijn naam op staat en waarbij ik dus een soort van erfenis kan claimen. Maar er worden zoveel spelletjes, er is zoveel dieverij. Ze zijn echt alles verborgen aan het houden. Informatie, posten aan het stelen, dingen die al langer bij mij terecht hadden moeten komen. Het is alsof de rechtbank dingen onder op stapeltjes aan het neerleggen is. Proberen verdwaald te laten raken. En ze zijn bezig geweest met documenten vervalsen. Maar het origineel, dat dwaalt ergens. Echt te maken met smerige erfenisdieven. Wat niet zozeer alleen gaat om geld, maar blijkbaar ook gaat om een huis met landgoed. En het is niet alleen familie, het is gewoon de overheid tot mensen binnen het wetsysteem, van politieagenten tot advocaten tot rechters, hun die over testamenten uitdelen en zorgen dat het bij de juiste persoon terecht aan het komen is, die hier allemaal betrokken bij zijn. En ondertussen echt gewoon de copycat troep, waarbij mensen gewoon iemands destiny willen stelen, met een heel leger bezig moeten zijn. Ik alles al aangekaart heb, zo alles iedereen wat ze erbij betrokken hebben ook al heb kunnen aankaarten, waarbij het shamanisme en noem maar op, mediumschap, de dromen, de spirituele reizen, het astraal zien. Ik nog veel meer mensen heb gezien die hier allemaal al betrokken bij zijn. Die namen ook gewoon, ja, ik sla alles op. Elke reis, ik schrijf het niet op, nee, ik spreek het uit op een voice recorder. Dus wanneer straks de dingen aan het licht komen, omdat mensen wel aan het werk gaan, er wel een echt onderzoek gedaan wordt, en alles en iedereen bestraft wordt die wetten hebben overtreden, en dat zijn er een boel, want met 30 plus wetten en met zoveel mensen die guilty by association in welke vorm dan ook betrokken zijn geweest. Wanneer het zometeen gaat rollen, en dan gaat ook alles en iedereen, die gaat hun karma krijgen. Ik meen het. Zoveel mensen die een straf, sommige mensen horen in de gevangenis, andere mensen die mogen onder de gevangenis geplaatst worden. Sommige mensen die verdienen het gewoon om een ticket naar de hel te krijgen, want naar de hemel willen ze niet.